Wauw, wat is die mooi geworden, jongens. Ja, ik ben er echt super trots op. Maar jullie zijn vast wel nieuwsgierig, en ik eigenlijk ook wel, wat dit nu gekost heeft. Dus laten we alle bonnetjes eens bij elkaar gaan verzamelen en eens gaan tellen. Tot zo! Hey, wat leuk dat jij weer komt kijken naar onze derde Cinewall update vlog. En dit zal ook de laatste zijn van deze klus. Want ja, hij is helemaal klaar. Zoals jullie zien, de glasplaatjes zitten erin. Dadelijk komen de details. De deurtjes zitten erin. We hebben natuurlijk de elektrische haard. We hebben de soundbar. We hebben de televisie, die hangt aan een nieuwe muurbeugel. En we hebben natuurlijk de complete constructie die ik heb gebouwd. Wat jullie hebben kunnen zien in de vorige Cinewall update vlogs. Ja. Maar nou is natuurlijk de belangrijke vraag van wat heeft dit, ja, klusje, mag ik het zo noemen denk ik, nou uiteindelijk gekost. Maar eerst nog eventjes wat details van de Cinewall. En laten we daarmee eerst even beginnen naar de reden waarom ik de Cinewall heb gebouwd. Nou, hoofdreden is sfeer, strak, gezellig. Dat was een beetje de hoofdreden. Maar uiteindelijk hebben we ook vloeroppervlakte gewonnen. Ja. Dat heb ik dus al een keer uitgelegd in de vorige vlogs. Normaal gesproken heb je hier zo'n tv-meubel staan waar je televisie op staat. Maar die tv-meubels die zijn bijvoorbeeld al 60 centimeter diep vaak. Iets minder misschien. Maar je bent zo in ieder geval een 50 tot 60 centimeter kwijt aan ruimte op je vloer waar je televisie dan uiteindelijk op het kastje staat. Deze Cinewall heeft een totale dikte of breedte, of diepte van 30 centimeter. Dat betekent dus dat we al een 30 centimeter in onze situatie aan ruimte gewonnen hebben. Nou, dat is gewoon een win-win situatie. Maar het doel was natuurlijk gewoon een strakke muur waarbij er een elektrische haard in zit, zoals jullie hier kunnen zien. Maar ook een soundbar in plaats van de versterker die we hadden. Televisie die strak opgehangen is geworden. En nog wel wat opbergruimte. Want zoals jullie weten, misschien hebben jullie de zolderverbouwingsvlogs al gezien. Elke ruimte of centimeter die ik kan benutten, dat benut ik heel graag. Dus ook hier hebben we weer gebruik gemaakt van ruimtes links en rechts naast de open haard. Om daar onze spullen in op te slaan. We gaan eens even de laatste details laten zien wat jullie nog niet hebben gezien in de vorige vlogs. Maar wat dus nu uiteindelijk dus is toegevoegd. En dat zijn deze glasplaatjes. Op maat gemaakt. Zit helemaal vast. Netjes tegen de achterwand aangemonteerd. En uitlijnend aan de voorzijde. En die gebruiken wij om onze leuke Lego setjes of misschien iets anders in de toekomst te etaleren. Super gaaf. Dus totaal 1, 2, 3 en 4 per kant. Aan die kant hebben we inmiddels al een viertal Lego stukjes staan. We hebben Groot. We hebben de bonsaiboom. We hebben het kasteel van... Is dat Doornroosje? Geen idee. Maar in ieder geval het Disney kasteel. En ook weer de andere twee ruimtevoertuigen. Die zijn dus nieuw gekomen. Maar ook de kastdeurtjes zijn inmiddels gemonteerd. Zijn ook op maat gemaakt. En heb ik voorzien van scharnieren tot die kantelt. En zoals jullie zien gebruikt Melissa deze voor alle geurkaarsjes en andere dingen. En aan die andere kant, dat is een gedeelte waar de Elektra verborgen zit. Dat houdt dus in dat je hier ook mijn spullen ziet. Maar hier zit ook de hoofdschakeling vanuit stopcontact zo de muur in. En daar kan je mee alles aan en uitzetten bij wijze van spreken. Dus mocht er iets zijn, kunnen we hier nog altijd terecht. Ook het internet komt hier ook binnen. Dus wordt op die manier ook rechtstreeks naar de televisie gekoppeld. Super strak. En altijd handig om er weer bij te kunnen. En deze deurtjes kan je dus gewoon weer zo dicht doen. Oh ja, en die scharnieren, dat zijn eigenlijk bovenkast deurtjes scharnieren. Dus oftewel voor keukenkastjes die je dan zeg maar aan de bovenzijde hebt, dan moet je ze eigenlijk andersom monteren. Ik heb deze dus eigenlijk ondersteboven gemonteerd, zodat je een deurtje krijgt die je op deze manier kan kiepen in plaats van de andere kant. Maar het werkt perfect. En voordat ik op de details ga van de kosten die wij hebben gemaakt om deze Cinewall te bouwen, ben ik heel nieuwsgierig of jullie misschien een indicatie weten. Dus wat heeft dit gekost? Ja, en ik ga dadelijk wel een onderscheid maken tussen de constructie, dus het hout, de gipsplaten en het stucwerk. En dan wel de kastdeurtjes en de glazen plaatjes en de achterwand en dergelijke. Maar even zonder de elektronica, want dat is natuurlijk wel een luxe iets wat niet per se noodzakelijk was. En dan doel ik op het geluidssysteem wat ik heb vernieuwd. Wat niet per se had gehoeven, maar ik wel de Cinewall als reden heb gebruikt om dat te doen. Maar dat was wel de allerduurste kostenpost. Dus het is niet helemaal fair om die er gelijk mee te tellen, want het gaat om de bouw van de Cinewall, wat ik dus kwijt ben geweest aan materiaal. We gaan even de bonnetjes allemaal bijpakken en we gaan even rekenen. Oké, en hier hebben we dus alle bonnetjes. Om jullie een idee te geven waar alles vandaan komt. We hebben hier een aantal bonnen van de Praxis. We hebben hier een bon van de Hornbach. We hebben hier een bon van de Karwei. We hebben hier een bon van Kluswijs. We hebben hier een bon van glasboertje.nl. Van Swerhard concurrent. Van de online kabelshop. En van Hello TV. Daar komen alle spullen vandaan. En ik ga jullie eens vertellen. Ja, wat dus uiteindelijk alles heeft gekost. Laten we dan daarom eerst eens even helemaal teruggaan naar de allereerste vlog. Waarbij ik in de timelapses heb laten zien dat ik de constructie heb gemaakt. Dat betekent hout, schroeven, gipsplaten. Dat zijn eigenlijk de drie basisdingen die we daarvoor nodig hebben gehad. De kosten die daarvoor kwijt waren, waren voor al het hout €62,17. Dan is er ook nog, dat hebben jullie misschien ook in de timelapses wel gezien, er is ook nog aluminiumtape om het hout heen gegaan. Puur uit zekerheid. Als het goed is, is het helemaal niet nodig. Maar goed, dat rolletje van aluminiumtape om het hout te beschermen tegen eventuele warme temperaturen als wij de verwarmingselement zouden gebruiken, is €8,99. Dan hebben we de gipsplaten, 7 stuks, €4,75 per stuk. Die zijn duur geworden, jongens. Maar goed, €33,25. En dan hebben we de schroeven, de gipsplaatschroeven, €7,45. Ik heb hier niet meegeteld wat de daadwerkelijke schroeven kosten voor het normaal aan elkaar schroeven. Want ik heb dat allemaal gebruikt van schroeven die ik nog had liggen. Maar goed, dat zal niet de grootste kostenpost zijn. Maar voor de constructie zijn wij dan totaal kwijt €111,86. Nou, dat vind ik nog wel meevallen. Maar dan heb je dus, wat jullie nu in beeld zien, een afgewerkte gipsplaatconstructie. Zonder deurtjes en dergelijke, maar puur alleen de basisconstructie. Ja, en om natuurlijk de gipsplaten weer mooi te maken, moet er gestuukt worden. Nou, de totale stucadoorskosten die wij kwijt waren, was €525. Daarna moesten natuurlijk de kastdeurtjes erin. Nou, die kastdeurtjes is maatwerk. Daar hebben we €61,30 voor betaald. Die scharnieren die in die kastdeurtjes zitten, dat waren ook niet de goedkoopste. Daar hebben wij €48,13 voor betaald. En let op, dit is online besteld bij Kluswijs. En dat was voordeliger dan met een 25% actie bij de Praxis om ze daar te kopen. En dan hebben we bij de Kluswijs hadden we zelfs die verzendkosten er nog bij. Maar daarmee scheelde, dat was wel bijna €12 goedkoper. Dus ook hier heb ik goed gelet op de aanbiedingen op diverse websites. Maar goed, dat houdt dus in. Oh, en niet vergeten natuurlijk de handvaten, jongens. De handvaten die komen bij de IKEA vandaan. Maar voor de kastdeurtjes hadden we dus betaald €61,30. De scharnieren €48,13 en de handvaten die zijn €15 bij de IKEA. Oftewel hebben we €124,43 betaald voor de kastdeurtjes. Ja, en dat is maatwerk. Dus dat is best prijzig, want je bent dus meer kwijt aan die deurtjes dan het complete constructie aan hout en gipsplaten. Maar ja, goed. We gaan naar de volgende. Ja, en dat is toch wel weer die akoestische panelen die aan de achterkant zitten. Die hebben we dus aan deze kant zitten en aan deze kant. Dat heb ik uit één plaat kunnen halen. Maar één zo'n plaat hebben we besteld bij de Kawaii voor €94,24. En er zat weer een beetje korting in verwerkt. En toen kwamen die glasplaatjes. Ja, de glasplaatjes. Ook weer maatwerk, jongens. Ja, nou dat gaan we snel noemen. €285,72. Ja, dus bij elkaar voor de achterwand en de glasplaten aan beide kanten zijn wij kwijt €379,96. En op die manier heb ik alle kosten benoemd van de basisconstructie. Zonder de haard, zonder de televisiebeugel, zonder het geluidssysteem. Als we dan al die kosten bij elkaar gaan optellen, kom ik uit op €1141,25. Ik ben heel benieuwd of jullie daarbij in de buurt zaten. Maar dan heb je dus de complete constructie zonder de elektronica. Zonder de haard, zonder de televisie, zonder de Sonos bar. En dan komen we dus uit bij de swerhard. Komt bij de swerhard concurrent vandaan, heeft een breedte van 1,52 meter... Heeft ook een verwarmingselement ingebouwd en heeft ons gekost €619. En om onze televisie zo mooi op te kunnen hangen, maar er ook nog bij te kunnen, hebben we daar een speciale tv-beugel voor besteld. Die ver genoeg naar buiten kan, zodat je er nog bij kan. Quanta costa €69,98. Nou, en als we dus dan al die kosten bij elkaar gaan optellen, komen we uit op een totaalprijs van €1830,23. Maar dat is nog zonder het geluidssysteem. Maar dan heb je wel alles zoals je het hier ziet eigenlijk, met uitzondering van die bar die daar onder de televisie zit. Want dat is een luxe dingetje. Ja, want zoals ik het al eerder heb verteld, was het niet per se noodzakelijk om de geluidsset te upgraden. Ik had namelijk, en heb nog steeds hem hier staan trouwens, een Yamaha versterker, Dolby Surround, met een Harman Kardon geluidssysteem wat erbij zat. En ik had natuurlijk die Cinewall ook zo kunnen bouwen dat eventueel die versterker gewoon in een van die kastjes weggewerkt kon worden. Ik wilde dat niet, omdat ik gelijk wilde upgraden naar iets nieuws. En ik heb dus nu een soundbar van Sonos en achterspeakers en een subwoofer opnieuw aangeschaft daarvoor. En dat gaat weg, maar daardoor is het geluidssysteem geüpgrade hier ook. En ziet het er ook eigenlijk, als om heel eerlijk te zijn, wel heel erg strak uit. Want ziet nou eens, kijk nou zelf, als je die soundbar onder die televisie gewoon ziet. Daar komt er toch een partij geluid uit. En dat gecombineerd met de achterspeakers en nog een subwoofer, hebben wij hier dus op dit moment in huis een complete Dolby Atmos geluidssysteem. Oftewel, wat in de bioscoop hebben wij hier ook. Dus we hoeven niet eens meer naar de bioscoop daarvoor. Niet dat we dat al heel snel gingen doen tegenwoordig. Maar goed, dat is dus een luxe probleem. Dus we hebben de complete Cinewall gebouwd voor €1830, even afgerond. Het Sonos geluidssysteem heeft mij uiteindelijk €1894 gekost. Dus meer dan dat de hele Cinewall heeft gekost. Als je die kosten erbij gaat tellen, dan kom je op een totaalprijs uit van €3724,23. Ja, dat is natuurlijk een smak geld. Maar let op jongens, ik vind het niet fair om dan dat geluidssysteem mee te tellen. He, dus uiteindelijk heeft de Cinewall dus gekost €1830,23. En dat lag eigenlijk wel precies in mijn gedachten. Ietsje hoger, ik had €1750 geschat. Maar als je zoiets laat maken, dan is het natuurlijk niet eens op maat. Want het zijn vaak kant-en-klare, ja, recht toe, recht aan dingen. Wat ik op internet heb gevonden, die begonnen pas vanaf die prijs. En dan had je er nog geen beugel bij, dan had je nog geen achterwanden erbij, had je je glaswerk er nog niet bij. Dan had je wel een open haard erin zitten, vaak voor dat geld. Of nog niet eens altijd trouwens. Maar goed, kort samengevat, zelf doen is ten alle tijden een heel stuk voordeliger dan dat je het laat doen. En voor de mensen die dus nog niet mijn eerste 2 vlogs hebben gezien van het maken en het afwerken van deze Cinewall, kijk die zeker even terug. Maar om het voor jullie makkelijker te maken, laat ik zeker nog wat sfeershots zien nu die helemaal klaar is. Dus tijd voor een gaaf muziekje en wat gave b-roll shots, zoals ze dat noemen. Veel kijkplezier! anders. En dat ziet er toch super strak uit als je dat zo op de achtergrond ziet. Ja, ik ben er dus uiteindelijk 4 middagen mee bezig geweest om de hele constructie in mijn eentje te maken. Het is mijn allereerste klusproject die ik echt ook alleen heb gedaan. Geen hulp van familie, geen hulp van Melissa, geen hulp van mijn vader. Maar echt een klus wat ik echt zelf heb gedaan, met uitzondering van het stuk werk, want dat heb ik laten doen. Maar wat ben ik trots op dit eindresultaat. En ik hoop dat jullie het ook echt super mooi vinden. Mochten jullie vragen hebben over zo'n Cinewall, of mochten jullie precies weten hoe en wat, stel ze dan zeker in de reactie. Ja, het is nu weer tijd om ons voor te gaan bereiden op een nieuw klusproject. Wat dat exact gaat worden, dat gaan jullie uiteraard in toekomstige vlogs zien. Dus wil je helemaal niks missen van ons, vergeet je dan niet te abonneren. Onder onze video vind je die abonneerknop. Het is gratis, geen verplichtingen. Je helpt ons er wel mee natuurlijk, want ons kanaal groeit in aantallen. En dat is heel erg fijn. Aan de zijkant van die abonneerknop vind je zo'n belletje. Als je daarop klikt, dan krijg je ook automatisch bericht zodra we weer een nieuwe video hebben geüpload. Dus doe dat zeker, dan mis je echt helemaal niks van ons. Het is ook mogelijk om lid te worden op ons kanaal. Voor een vast bedrag per maand support je ons. Krijg jij de exclusiviteit voor terug. Wat het exact inhoudt, dat leg ik graag aan jullie uit. Op het moment dat je op die lidwordenknop klikt, komt er een video tevoorschijn. Waardoor ik precies aan jullie vertel wat de voorwaarden en dergelijke zijn van zo'n lidmaatschap. Laat natuurlijk ook die duim omhoog achter. En voor nu kan ik dan niks anders zeggen. Tot de volgende vlog. Doei! Ja, en voordat ik dan echt op de details ga van de kosten die we dus hier hebben voor... de kosten die we hier... Ja, oké. Ja. En nou, zo, ik was wit. Even opnieuw. Ik ben er 2 middagen mee bezig geweest. 2 hele dagen, moet ik zeggen. 2 hele dagen mee bezig geweest. Het waren in totaal 4 middagen. Ja, de oplettende kijker heeft vast dat lege glasplaatje wel ontdekt in de vlog. Laten we daar eens een start aan gaan maken om die te gaan vullen. We gaan beginnen met een geskilled-up Lego minifigure. Gaaf, die gaan we even bouwen. Hallo, jij komt ook eventjes binnen wandelen. Heb je lekker gezwommen? Ja. Nou, kom snel in het koude huisje. Deurtje wel dicht, hè? Ja.